even gelijk maar even doen. Dat Rinus Blomsteel een voorbeeld is. Een levend voorbeeld van de heilzame werking die de kunst kan hebben op een anderszins volkomen verloren individu. Die in deze jungle van de samenleving rondstrompelt. En die dus ongetwijfeld in de baaiers was beland als hij niet de kunst was tegengekomen. Nou, de kolerium. Toch? En daarmee ook een voortzetting is van de ouderwetse traditie van de Nederlandse schilderkunst. Ik ben gezegend door de goden uitverkoren om het schilders, de naam van Holland op schildersgebied voor te dragen. Hè? Wat mij betreft, jongen, zit het er hier op. Ik wens je op je verdere levenspad nog een hoop succes en glorie. Waar ook ter wereld. Jules Deel, jij hebt het geopend, de expositie van Rinus. Wat is de reden ervan eigenlijk? Nou, omdat ik Rinus een aardige gozer vind. Alleen een aardige gozer of bakt hij er ook nog wat van? Ja, van tuurlijk, ja. Dat staat voorop. Je gaat niet omdat iemand een aardige gozer is en die kennen geen klote van, weet je wel, die maakt tering zo, die ga je niet. Tuurlijk, dat staat voorop. Nee, mevrouw, natuurlijk, wij hebben dat afgesproken. En, de schurk in hem trekt mij aan en dat zal wel wederzijds zijn, neem ik aan. Is dat zo? Absoluut. Daar is geen twijfel over mogelijk. Wat is er zo schurkerig aan Rinus? Hij. Ja, moet ik het al uitleggen aan de radioluisteraars? Ja? Ja, nee, kijk, maar, ja, kijk, daar heb je het weer. Kijk, als de radio kon zien, dan zou ik daar geen woorden aan vuil over te maken. Als ze hem zouden zien, dan zouden ze het. Hè? TV, dus ze zullen het wel zien, denk ik. TV is het, TV. Ja, TV? Kijk dan, hier, kijk. Is dat een schurk? Ja. Wij schurken? Ja. Wij zijn schurken. Maar wel echte schurken. Echte schurken. Geen namaakschurken. Geen namaak. Nee, absoluut niet. Dus, en daarom hebben we het gedaan. En dat was meer dan genoeg voor de televisie.